Elke week speelt ADO TV met de spelers en medewerkers van ADO Den Haag het oud-Nederlandse spel Geen Ja, Geen Nee. Deze week is het special guest wethouder Karsten Klein die tijdens het meetreden met ADO Den Haag een poging waagde om een goede tijd neer te zetten. Vandaag een gastspeler voor Geen Ja, Geen Nee, wethouder Karsten Klein. Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Het was mooi weer vandaag om te trainen. Lekker dat het nu niet meer sneeuwt ook en droog is. Ja, wat is. Heeft het eerder gesneeuwd vandaag? Vanochtend heeft het gesneeuwd. En hier in het stadion geloof ik ook even. Hier kwam het behoorlijk naar beneden. En sport u zelf eigenlijk naast zo'n topprestatie vandaag? Ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen, maar zoals je vandaag ziet, zou meer kunnen. En wat voor sporten zijn er? Paardrijden, hardlopen, dat soort dingen. En al vanaf de jeugd? Ik ben er op latere leeftijd mee begonnen. Met name ook tijdens mijn wethouderschap zie ik dat de uitdaging heel groot is om het ook te blijven doen. Het is een kwestie van tijd ook, moeilijk te combineren. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. En paardrijden, wat moet ik daarvoor voorstellen? In de bossen rijden of echt, wat heb je daar allemaal voor mogelijkheden? In de manege, in Den Haag ligt het voor de hand dat je dat op het strand doet. Erg leuk. Mag dat op het strand? Dat mag op het strand. Oké, en zijn er dan nog bepaalde gedeeltes waar dat mag of mag dat overal? Vrijwel overal, zijn wel bepaalde zones zeg maar, waar het niet mag, maar over het algemeen ben je redelijk vrij waar je mag rijden. Karsten maakte de minuut vol en staat op een gedeelde eerste plaats. En oh ja, ook voor een Haagse politicus is het soms best lastig om de regels van geen ja, geen nee in één keer te onthouden. Bent u er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Kom mee af. Ook mocht geen ja of geen nee zeggen.